Fanfare. Ja, beste mensen, hoe zit dat nou eigenlijk? De klok tikt en alles heeft zijn eigen tijd en ritme. Een beroemde Engelse dichter die zei het al. Muziek is de beste manier om de tijd te slijten. En zo is het. Alles heeft een tijd, alles heeft een oorsprong. En muziek natuurlijk ook. Enig idee waar het allemaal ooit begonnen is. Met symfonieorkesten, met koren, met blaasorkesten. Waar ligt hun oorsprong? En het fanfareorkest dan? Het fanfareorkest, dat is er toch gewoon. In het dorpshuis, in het multifunctioneel centrum, bij herdenkingen, bij intochten. We hebben vandaag een heel aantal hier kunnen zien en horen. Weet u van toeten en blazen? Het fanfareorkest. Er zit natuurlijk een verhaal achter. Een tijdje lang was het niet zo hip, niet zo doop, niet zo vet, maar dat verandert allemaal. En men zou er best een beetje trotser op mogen zijn, want fanfare, dat sprankelt en dat bruist. En dat zullen jullie natuurlijk zelf ook allemaal beleefd hebben. En soms is het spelen in zo'n orkest echt topsport. Topsport, maar ook genieten. In een grote muzikale mengeling van familie, van vrienden, van oude klasgenoten, buren, geliefden, ex-geliefden misschien. En of je nou wel of niet met ze kunt, één ding zijn ze het over eens. Samen muziek maken is te gek. Laten we eens echt goed naar de fanfare luisteren. We horen hoe het klinkt wanneer iedereen lekker samenspeelt. En dit is een mars. Mooi toch? Allemaal in de 19e eeuw, Dinant, België. Een technisch en muzikaal genie deed mee aan een ontwerpwedstrijd. Het was 1841 en zijn naam was Adolf Sax. Hij deed mee aan de ontwerpwedstrijd voor nieuwe muziekinstrumenten. Hij oogste bewondering voor de naar hem genoemde saxofoon, maar hij kreeg de eerste prijs niet, want de jury vond hem te jong. Alfons zei, maar alleen als zij denken dat ik te jong ben voor goud, dan vind ik mezelf toch zeker te oud voor zilver, of niet? Dus hij zwaaide België uit en hij vertrok naar Parijs. Hij ging daar verder aan het werk en hij ontwierp een complete familie, de familie Sax. De klank van de sax is karakteristiek. En opvallend is de applicatuur, ofwel de vingerzetting. Geen ventielen zoals bij een trompet, maar klepjes. Laten we nou eens even apart naar al die familieleden luisteren. Allereerst de kleinste, de hoogste, bekend om zijn sprankelende techniek, bijzondere klank en stralende aanwezigheid, de sopraansaxofoon. Een tikkie groter, qua klank een tikkie lager. De altsaxofoon, ook wel genoemd het hart van Monsieur Adolf Sax. En nummertje 3 in de familie. Ook wel een beetje mijn favoriet. Het spreekt ons aan, heb ik mij laten vertellen, omdat deze heel dicht bij de menselijke stem komt. Luister maar goed naar het natuurlijke geluid van de tenorsaxofoon.
En tot slot, de grootste in de familie, de steunpilaar waarop de kleine zakjes lekker kunnen uithuilen en leunen, maar die ook alleen heel goed zijn mannetje staat, de baritonsaxofoon. Ja. Die beste Adolf Sax, die had dat toch maar even mooi bij elkaar geknutseld in Parijs. Zo'n hele familie. Maar makkelijk was het niet hoor. En financieel al helemaal niet. Misschien heeft hij wel eens gedacht, ach, had ik maar een vakje geleerd. Maar wat zou die trots geweest zijn als hij die hele familie samen zou horen spelen. Luister maar naar zo'n mooi voorbeeld van een familiereunie. De familie Sax. Adolf was niet alleen uitvinder van de sax, hij verbeterde ook andere blaasinstrumenten. En in de volksmond noemt men deze de saxhoorns. Een van de belangrijkste en tevens de eerste of melodiestem van het huidige fanfareorkest is de bugel. De bugel, dames en heren, kenmerkt zich door een strakke bouw, een volle warme klank en luistert ook wel naar de aanduiding hart van de fanfare. Hun warme geluid is als een paar zachte oorwarmers op een koude winterdag. Een lekker herfstbokje bij de haardvuur. Dames en heren, bugels, bugels, bugels. Ze zijn rijkelijk aanwezig en dat is maar goed ook, want van bugels heb je nooit genoeg. En dan is het tijd voor het grootkoper. Grootkoper, dames en heren, de instrumenten in het tenorregister. De bariton, de eufonium. En ook deze groep bezit een warm geluid en geeft het lage register in de fanfare een volle klank. De allergrootste jongens van de saxhoornfamilie vormen het fundament, het cement, de basis, de body. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. De lichtere, iets wat slankere S-bas, de robuuste, stevige bas en samen staan ze sterk, heel sterk. Zo, genoeg gezakt. Het is tijd voor de volgende familie. Deze zitten overal tussenin, tussen groot en klein, tussen zacht en scherp. Dit zijn de hoorns. Mag ik jullie even zien, hoorns? Ja, kijk eens. Ze hebben een mooie centrale plek. Vroeger was het een signaalinstrument, u weet wel, bij de jacht. En er was toen geen melodie op te spelen. Maar uiteindelijk, rond 1815, werden de ventielen uitgevonden. En zowaar kon men er toen een mooi melodietje op spelen. En zo ontwikkelde de jachthoorn zich tot een modern instrument.
Dus luister maar, net als een lief klein, net aangeschoten konijntje. We zullen niet schieten naar het volgende fragment met een knipoog naar de jacht. En dan komen we aan bij het scherpkoper. Trompetten en trombones. In de Bijbel al wordt de trompet genoemd. 2000 jaar geleden werd hier dus al op gespeeld. Men denkt dat de trompet is ontstaan als zijnde communicatiemiddel, want ja, bellen dat kon natuurlijk niet. En met behulp van een paar schelpen of holle buizen kon men boodschappen doorgeven. En zo dus een soort van, nou ja, WhatsAppje, wat schelpje sturen naar elkaar, heel handig. Later, ook weer door die geweldige ventielen, kon men een mooi toonladder gaan spelen. De trompetter die kan lekker schetteren en dat doet hij nog altijd graag. En dan volgen de trombones. De bekendste, met een belangrijke rol in het geheel, de tenortrombone. Rond 1839 kwam de grotere bastrombone erbij. En door de schuif of coulissen kan hij lekker goed, nou ja, glijden. Luister maar hoe uniek ze in een soort zijn. En ze beginnen het volgende stukje met een glissando. Ido, laat ze maar schuiven. En dan nu, na al dit getoet en geblaas, de aparte jongens in het geheel, het slagwerk. En hiervan is het aantal soorten bijna onuitputtelijk. Goed ritme is nooit weg, maar er is meer. En dames en heren, daarom een kleine greep uit het aanbod. De kleine trom, de grote trom, de bekkens, die waren vroeger zo'n beetje het enige slagtuig van de fanfaren. En hoe dat klonk? Nou, zo. Ja, het slagwerk kreeg een steeds prominentere rol. En die laten ze natuurlijk ook goed van zich horen. Jij dacht natuurlijk, dit is even lekker mijn momentje, even lekker los. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En de kleine effectinstrumenten, zoals de triangel, die doken ook steeds meer op. Ja, zo kan het ook. En dan nu de tamboerijn. De tempelbloks. Slagwerken zijn zeker niet toonloos. En de opvallendste toonhebbende slaginstrumenten, dat zijn de grote ketels. Die altijd op hun eigen specifieke manier iets aan willen lijken te kondigen. Een einde of spanning of onderbuikgevoel. Ze kunnen knoeterhard, maar ze kunnen ook mysterieus zacht. Ze zijn er niet en ze zijn er wel, hoor je? De pauken. En paukenisten die worden technisch gezien ook steeds meer op de proef gesteld. Laat je maar eens horen.
En dan volgt er nu een instrument dat bestaat uit een reeks gestemde houden staven die met stokken worden bespeeld. En wat zijn de capriolen van de xylofoon toch kleurrijk en virtuoos. Het klokkenspel bestaat uit twee rijen metalen staven. En de kenmerkende klank kan je in exotische sferen brengen. En je voelt de sneeuwvlokjes ook een beetje vallen, toch? De buisklokken, dat zijn de grotere versie van al deze melodische instrumenten. En deze wordt met hamers bespeeld. Ja, je bent meteen op het marktplein of in een kerststemming. Nou, we doen er nog eentje. Dit is het instrument dat een beetje lijkt op de xylofoon, maar waarop met soms wel vier stokken tegelijk metalen buizen bespeeld worden. Omvloerst, geheimzinnig en een klein beetje jazzy. Luister naar de vibrafoon. We hebben nu bijna het hele orkest even persoonlijk aan jullie voorgesteld. Een grote club. Allerlei smaken en soorten, familie of vrienden, of niet, bij elkaar. En gelukkig heeft de fanfare iemand ervoor staan die een muziekstuk tot in alle hoeken diep doorgrond heeft. En die dit kleurrijke gezelschap door de compositie heen loost. En gaat dat altijd goed? Nou, meestal wel. Ik zei het al eerder, gaat het altijd goed? Nou ja, kijk, zoals in ieder groepsgebeuren kent iedere vereniging, jullie zullen dat vast ook wel weten, zijn eigen intriges, impasses, conflicten. Ook in Doezem. En nou ja, meestal begint zoiets met een heel klein misverstand. Herkent u dat? Ja, toch? Conflicten zijn meestal, beginnen ze heel klein. Nou, ik heb het niet van mezelf, Ido Gerard, maar... Ja, ik heb geruchten gehoord, don't shoot the messenger. Maar sommige mensen vroegen zich wel af, ja, zo'n dirigent. Hij doet het wel heel leuk hoor, het staat er leuk bij. Het pak staat ook goed, wel overtuigend, leuke bewegingen. Maar misschien kunnen we het ook wel. Wil je een kop koffie gaan halen misschien? Ja, doe maar even. Misschien kunnen ze het ook wel zonder. Ik heb het niet bedacht hoor, maar dat is... Nou, ik denk dat ze zich wel redden. Hè? Het kan best zonder muzikale leiding, of niet? Ja. Nou, ga je gang. Eerst het koraal of eerst de mars. Nou, misschien met de mars beginnen en dan tot de tweede regel, zoiets. En dan een paukenroffel en een koraal en dan met of zonder voorspel. Nou, dat antwoord, dat was al onverstaanbaar, want het wordt natuurlijk een rommeltje, dat snappen jullie wel. Het slagwerk was al onderweg, trompetten beginnen te ruzien en nog even over het begin. En, nou ja, dat ging allemaal helemaal niet zoals het moest. Maar het koraal dat zal uiteindelijk de boel gaan redden. Waren het niet dat het scherp koper, inderdaad, de trompetten en de trombones, de mars ging herhalen. Terwijl ze eigenlijk, nou ja, volgen we het nog een beetje. Nou ja, meespelen, gewoon meespelen. En de gemoederen die lopen dan heel hoog op. En iedereen bemoeit zich ermee. 1, 2, 3. Thank you.
dit ongeveer wat jullie bedoelden? Ongeveer, maar dan niet tegelijk, zeg maar. Ja, dus jullie snappen natuurlijk wel, dit is niet hun verhaal, maar het werd stil, jongens. Het werd heel stil, want ja, wie heeft dit nou bedacht? Niemand natuurlijk. En dat weet ik ook wel. En ik weet ook wel dat jullie helemaal niet zonder hem kunnen en willen. Al speel je nog zo fantastisch om goed samen te kunnen spelen, samen te kunnen werken, heb je toch echt een kundige leider nodig, of niet? Ido Gerard, wil jij alsjeblieft terugkomen? Ja, gelukkig. Ze hebben je nodig, hoor. Ja, ze hebben het geprobeerd. Dat is mooi. Het klonk wel interessant, moet ik zeggen. Er gebeurt wel iets, maar ja, het is toch niet helemaal wat bedoeld. Heb je nog iets te zeggen misschien, Ido Gerard? Kijk, en zo is het. Ido Gerard, leid jij ons naar de finale? Ja, mensen, de Tiet Hodgkins koft, de tijd tikt door. En wat is het toch een bijzonder fenomeen. Ja, jullie weten dit natuurlijk allemaal, maar het is een fenomeen dat alleen voorkomt in de lage landen, het fanfareorkest. En de tijd, het is tijd om richting het slotakkoord te gaan. En wees eerlijk, een fanfare, daar kun je toch niet omheen? Als je daarbij mag horen, daar ga je toch helemaal van bruisen. Daar word je toch bijna helemaal verliefd op. Honderden fanfareorkesten bewijzen dat fanfare fantastisch is. En duizenden muzikanten, saamhorigheid in passie en muziek. Fanfare, dat is een hobby. Een hobby voor het leven.